Deze nieuwsuitzending, die is voor het slapen gaan en voor alleenstaande, ik moet zeggen, vaders met kinderen en die moeder die staat alleen. Niet bedoeld voor vaders die hun moeder van de kinderen in de steek hebben gelaten. Dan ben jij de kutzooi. Maar stel, jij bent iemand zoals ik. Je hebt nooit wat fout gedaan. Nou, iedereen doet wel eens wat fout. En dan word je toch de deur uitgetrapt. Dat is pijnlijk hoor. Vrouwen die denken tegenwoordig dat ze in hun eentje wel voor de kinderen kunnen zorgen. Dat is niet zo, by the way. Dus een vrouw die ervoor kiest om een man die, nou, zoals ik, ging iedere dag onder de douche, ik deed elke dag de afwas, waarom niet? Kost het nou een tijd, man, even de afwas doen. De keuken even lekker schoon. Eten koken kan ik ook. Ik kan een goede curry koken, kippensoep, tomatensoep, zeg het maar. En dan word je de deur uit gedonderd. Hè? En die vrouwen, die denken dan dat ze dan in een eentje kunnen zorgen voor die kinderen. Ja, want ze krijgen geld. Ja. En zij mogen blijven wonen in het huis. En jij moet de deur uit. Ja, dat is niet één verhaal, niet twee verhalen, niet drie. Nee. Ga maar op internet kijken. Maar goed, jij bent een man en je bent net als ik, je hebt meegewerkt in de huishouding, je hebt geld binnengebracht, je ging elke dag onder de douche, je hebt je vrouw niet geslagen, je hebt je vrouw ook niet afgezeken. En perfect ben je niet, maar geen grove misdrijven of zo. En dan toch sta je los van je kinderen. Dat is moeilijk hoor. Als je van je kind houdt. Of van je kinderen houdt. Ik hou of hield van mijn kind. Maar ik raakte haar uit het oog. Niet dat ze geen sleutel heeft van mijn woning. Want die heeft ze. Maar ze komt helemaal niet meer langs. Nee, zij woont bij haar alleenstaande moeder. Oh, ze is nu op kamers. Maar ga er maar vanuit dat die moeder dan iedere week langskomt. Of, ik weet wel. Die houdt wel een vinger in de pap. Nee, het is lastig. Er zijn hele studies van gemaakt. Van de gevolgen van het alleenstaand moederschap voor de kinderen. En dat zijn jouw kinderen. Of niet? Ja, zijn de kinderen van mij en mevrouw. En ja, nu zijn de kinderen even van mevrouw, maar die komen zo dadelijk weer terug. Nee, waarom denk je dat? Er is een statistisch onderzoek gedaan dat de scheidingen, die worden overwegend aangevraagd door de vrouw. Zonder dat die kerel iets fout heeft gedaan. Ja, het gevoel is weg. Please release me. Let me go. Ja, precies. Albert Humperdinck stumpert. Wat die vrouwen niet begrijpen, maar ze begrijpen wel meer dingen niet hoor.
Maar dat als ze ervoor kiezen om de vader de deur uit te trappen, dat ze dan een psychologisch ontwikkelingsprobleem veroorzaken bij jouw kind. Mijn dochter had een talent voor A, zullen we zeggen. Ik zei, oh wat leuk. Nou, daar gaan we wat aan doen. En die moeder, oh, daar komt niks van in. Nee, daar komt niks van in. Nee. Het is wel leuk dat de moeder van mijn kind er dan voor beslist dat er allemaal heel veilig en ja, straks heb je een pleister nodig en daar hebben we geen geld voor. Dus we doen allemaal niks. Die creëren stupiditeit bij jouw kind. En hoe ga je daarmee om? Nou, niet. Ik heb het opgegeven. Mijn dochter had talent voor A en dat mocht niet van de moeder. Ze had talent voor B, maar dat mocht niet van de moeder. Ze had talent voor C, maar dat mocht niet van de moeder. En voor D, en voor E, en voor F, en voor G, en voor H. En zeg het maar. Ja, dan sta je mooi te kijken, hè. Als de deur uitgetrapte pa. Ja, nu maar hopen dat het goed komt. De verwachtingen zijn niet hoog. Dat kan ik je vertellen. En wat moet je houding zijn in dat geheel? Nou, ik zou zeggen treuren en rouwen. En zet het op een suiker. Maar ja, dat laatste hoef je niet te doen. Want dan stijgt de prijs van bier. En ik heb al zo weinig geld. Dus, ja, zet het niet op een suiker. Maar het kan een remedie zijn. Gewoon afscheid nemen van je kind. Dat wezen vrijlaten. Ik ben nou 9 jaar gescheiden. 9 jaar geleden ben ik de deur uitgetrapt. En die vrouw lachen me. Gelijk stond de voordeur open voor al die andere mannen. En ik heb mijn dochter sinds 2014 of zo. Niet meer gezien. Ja, dan sta je mooi aan de andere kant van het net te vissen. Ja, de verkeerde kant van het net. Je hebt toch geen toegang tot je kind. Dus. Je kan je kind niet vertellen hoe jij vindt dat het moet. Ja, dan gebeurt er verder niks hoor. Op het mannelijk gebied. Ja, dat heet moederskindjes. Van die papkindjes. Mijn dochter die kon naar het gymnasium toe. Dat kostte helemaal niks. Hè? Ja, iets van schoolgeld of zo, maar dat is echt niet veel. Ik ga me niet vertellen dat het gymnasium zo'n dure school is. Het lag op loopafstand van haar woning, van de woning van mijn kind. En ik blij, jongen. Dat is goed gelukt hoor. Maar die moeder zo van, nee, dat gaat niet gebeuren. Ja. En mijn kind is was een lief empathisch wezentje. Ja. Zij is geadapteerd, gewend, dus niet geadopteerd, maar geadapteerd. Is gewend aan het gedrag van haar moeder. Ja, mijn vader die vindt het dan belangrijk dat ik wat doe met mijn talent. En mijn moeder denkt er heel anders over. Want die gaat liever leuke dingen doen.
Ja, dan niet. Dus mijn dochter die zit nou in de iets van bejaardenzorg. Ja, dat is ook leuk. Ik vroeg aan haar, hoe was de stage? Nou, zei ze, ik vind het behoorlijk irritant hoor. Want die stoepen hier in Arnhem, zie dan maar eens die rolstoel overeen zien te krijgen. Want er zitten helemaal geen oprijstukjes bij al die, ja, dan moet je, ja, dan moet je, ja, heel gedoe. Ja, het is weer de schuld van de gemeente of zo. Zij had het gymnasium moeten doen. En had ze nou een PHV, dat doet ze dan, hè? Pedagogische hulpverlening. Of psychiatrische hulpverlening. Of psychologische hulpverlening. Iets van een P en hulpverlening. En ze zei dan, ja, dan ga ik dat liever doen met cliëntelen die op leeftijd zijn. Want geen jonge mensen, want daar hoor ik helemaal gek van. En die tuttholen van een dochter van mij, die had het gymnasium af kunnen maken. Ze is nou 19, dus dat ze nu de propenduizen gehaald van, nou zeg maar wat je wil. Technische Universiteit Delft. Enschede. Cognitieve wetenschappen. Bij het Max Planck Instituut. Had ik nog een keer een leuk gesprek met haar kunnen hebben. Nou, die alleenstaande, die vanuit de wil van de alleenstaande moeder. Hè? De moeder van mijn kind wilde dat kind voor zichzelf. Ze knijpen daarmee die kinderen af. Als je een goudvis stopt in een shampoot, als baby goudvisje, neem je een shampoot, dan doe je die goudvis in, ja, die goudvis die blijft wel leven. Maar er wordt geen grote goudvis. Nee. Ja, dat ik het even de fenomenologie begrijp. De kennis, de logia, de logos, de kennis. De psychologie, dat is de kennis van de geest. Dan heb je ook nog fenomenologie, kennis van fenomenen. Ja, alleenstaande moeders is een fenomeen. De remedie voor ons mannen is dat je niet gaat leuters in voorgaten stoppen van mensen waarvan je niet overtuigd bent dat ze alleenstaande moeder willen gaan worden. Die zijn er. Er zijn genoeg vrouwen. Die, ja, je mag je leuter in mijn voorgat stoppen. Maar na een jaartje of 7 is het bye bye. En de rest doe ik zelf wel. Mijn dochter die zei op een dag tegen mij, toen ik er nog regelmatig sprak. Hè, zei ze, ja. Ik vraag me af of ik discipline ken. Ik dacht van, nou, je weet in ieder geval het woord discipline. Maar mijn dochter weet natuurlijk niet dat discipline, dat de eerste letter is van het Hebreeuws alfabet. Want taal wordt overgebracht door de vader. En moeders kunnen er niks van. Ze proberen het niet eens. Noem mij een filosoof met een voorgat. Dat is politiek correct, hè? Je mag geen kut meer zeggen. Baarmoeder, dat is wel heel erg seksistisch. Maar voorgat, dat mag nog wel. En noem eens een filosoof met een voorgat. Immanuel Kant had alleen maar een achtergat. Arthur Schopenhauer had alleen maar een achtergat. Friedrich Nietzsche had alleen maar een achtergat. Martin Heidegger had uitsluitend een achtergat. Lutze Brouwer had een achtergat. Dat is een Nederlander. Die kent geen hond. Die logicus, die had een achtergat.
Garry Kasparov is wel eikel van een vent, wordt mij verteld. Nou, die had alleen maar een achtergat. Hey, mensen met een voorgat, niet zoveel verstand van taal. Is aangetoond. Er is gekeken naar kinderen die opgroeiden met een mama en een papa. En er werd er gemeten naar de taalgevoeligheid of taalkennis. Van mama, van papa en het kind. En dan geef je een cijfer. Nou, is de taalkennis van een kind gecorreleerd? Dat is ook zo'n woord waar vrouwen helemaal... correlatie! Oh, ik word onderdrukt! Oh, ik word onderdrukt! Ja, hoe moet je correlatie uitnoemen? Pak je rekenmachine erbij. Een basisstatistiek, snap je? Nou, uit die basisstatistiek bleek dat het vermogen van een kind tot taal voor 100% afhangt van het taalvermogen van de vader. En niet van de moeder. Heeft er niks mee te maken. Ja, dat is bekend. En toch, al die vrouwen... Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Ja. Zeikmoeders, zullen we maar zeggen. Een vriend van mij, Thomas. Die heeft ook zo'n akkefietje. Die heeft ook zo'n alleenstaande moeder. En dan moest die scheiding erbij. Hè? Want, ja, dat moet wel officieel geregeld worden. Want ik wil wel geld voor jou. Hè? Ja, ik heb op mijn rug gelegen. En ik denk zelf van, ja, we hebben 10 keer geneukt. En als jij nou de komende 15 jaar €300 per maand schokt, nou, dan ben ik blij. Ja. Zo'n 15 jaar keer 12, hoeveel is dat? 2 keer 15 is 30. Dan heb je 15 keer 12, hoor. Dat is dan 180 maanden of zo. En dat keer €300. Ja, je kan beter naar... Hè? Ja, niet dat je dat moet doen. Seks buiten het huwelijk, ik ben er niet voor. Maar als je dan toch zo graag je leuter wil stoppen in een voorgat... Ja, ga zo'n contract aan. Gewoon eenmalig. En wordt zo'n seksuele hulpverlener zwanger? Nou, dat regelt ze zelf wel. Dat kind ken je toch niet? Waarom? Hoezo kan het jouw kind zijn? Het is toch een prostituee? Vind ik je prostituees niet moet neuken. Maar het is altijd nog een stuk goedkoper. Dan een, ja. Een zogenaamd, ja, een schijnhuwelijk, zullen we zeggen. In mijn geval, dat was een heel vervelend persoon, hoor, de moeder van mijn kind. Ongelooflijk vervelend. En ik volhouden, en dan de deur uitgedonderd. Ja. Relatietherapeuten erbij. Nee, daar worden we blij van. En dan geld dat het kost, jongen. Zou ik net al. Nou, de remedie is dat je afscheid neemt van het gebeuren. Je hebt je leuter gestopt in het verkeerde voorgat. Shame on you. Ja, maar ik hou zoveel van mijn kind. Ja, maar man, jij hebt helemaal geen relatie met het kind. Ga er weg. Het devies op internet is dat als je er te laat achterkomt, ook als je er te laat achterkomt, dus je hebt als een hummeltje over de vloer lopen, weggaan, pleiten gaan.
Zo'n vrouw, zo'n mens die alleenstaande moeder wil zijn. Ja, dan krijg je de bilo's, hoe moet je zeggen, slapjanussen, tutjes. Mensen die dan kunnen zeggen, je, als ze 50 zijn, hè. Ja, toen ik klein was, toen zei mijn vader dat ik talent had. En hij wilde mij wel financieren om mijn talent te kunnen exploreren. Maar mijn moeder vond dat niet goed, dus ben ik een beetje dom gebleven. Net als koning Willem-Alexander, volgens Maximo. Ja, natuurlijk, jongen. Jij hebt het gefuckt op. Ja. Is het wel leuk dat mijn moeder... Mijn moeder voor mijn kinderen. Waar ik tot aan mijn dood voor zou gezorgd hebben. Maar nu niet meer. Weer maar. Ze bekijkt het maar. Zij is communistisch, atheïstisch. Mijn dochter ook. Is ook communistisch, atheïstisch, socialistisch, EU-aanhanger. Zeg het maar. Voor het rookverbod. Ja. Dan bekijken ze toch maar. Die vrouwen willen graag alleenstaande moeder zijn. Nou, dan moet je zeggen van oké, ik wist niet dat je er zo over dacht. Maar nu ik weet en van jou hoor dat je er zo over denkt. Voor de rest niks zeggen. Gewoon de deur uitlopen. Laat ze maar de politie achter je aansturen. Kijk hoe dat afloopt. Ja, je hebt seks gehad met haar en nu ga je voor 15 jaar €300 per maand betalen. Nou, waarom zou je je neus of je leuter steken in zo'n wespennest? Nou, je wordt de godganse tijd afgezeiken. Je kan wel je best blijven doen, maar wat heeft dat voor zin? Dat is absoluut belachelijk. Ja, maar je mag je kind toch niet in de steek laten? Hoezo is het jouw kind? Hoe kan je nou zeggen tegen je kind dat het kind is van jou en die moeder? Terwijl die moeder zegt dat het haar kind is. Nou, dan is het kind voor 75% van de moeder. Want jij zegt, ja, het kind is voor 50% van mij. En die moeder zegt, het is voor 100% van mij. Dus is de consensus dat het voor 75% van de moeder is. Wat moet jij dan doen in die tijd, man? In die 25% van de tijd. Mijn kind kwam hier binnen. Pap, ik heb maar één spijkerbroek. Ja, ik heb er nog één, maar die ziet er te stom uit. En deze die gaat echt stinken. Kan jij die wassen? Ik zei, waarom doet je moeder dat niet? Ja, zei ze, dat weet ik ook niet. Ik zei, nou, kom maar op met die muik. En meer toegang heb ik niet. Ik heb nooit met mijn dochter Bijbel mogen lezen. Die moeder werd er helemaal fulmineus over. Het taalgebruik, hè? Fulmineus. Snap je? En dan weet ik wel dat er heel veel van die ongelofelijke truthomo's zijn. En die gaan neuken buiten de deur, zeikneuzen. Maar denk goed na voordat je zo'n zeikneus de deur uitzet. Het gaat ten koste van je kind. En het kind is niet van jou. Dus, voor mij is dat ook niet zo. Het is... Nina heet ze. Dat is mijn kind niet. Meermaal.
snapt ze ook niet. Nooit uit kunnen leggen. Het is mijn kind niet. Het is een kind van God. Ja, zie het maar zo ver te krijgen dat je je kind kan duidelijk maken. Als alleenstaande vader. Van een kind van een alleenstaande moeder. Nee, het is lastig. Dus om jullie alleenstaande vaders een hart onder de riem te steken. Van maak je niet zo'n zorgen. Je dochter is naar haar eigen mening waarschijnlijk alleen maar een zak moleculen die gelooft. En zeker weet daarmee. Dat het van de apen afkomt. Nou, dan moet je even weten hoe die apen doen aan de zaak. Helemaal niet. Goed om over na te denken, vind je niet? Het is voor jullie om een hart onder de riem te steken. Maak je niet zo'n zorgen. En je kind, in mijn geval, toen de puberteit aanbrak. Ja, toen nam die moeder, ik was al de deur uitgetrapt. Ze mocht niet naar het gymnasium, ze mocht niet naar, noem het maar op. Ja, dan ben je je kind kwijt. Dat is jouw schuld niet. Dat is maar de laatste. Mijn moeder, die wilde dan de familie weer een keer zien. Daar heb ik iets geregeld bij mijn tante Til. Een toestand, man, om dat te regelen. Dan moeten alle mensen uitgenodigd worden. We hadden een gastenlijst van 16 mensen. Een probleem met stoelen. En dan vroeg ik mijn dochter nog daarna van, hoe vond je die kippensoep? Nou, zei ze, die vond ik kut. Kloten. Ja, je wilt toch niet dat ik lieg? Dan denk ik, oh, dan denk je er zo over. Nou, rot op. Kijk, zo ga je niet om met een ander mens die kippensoep maakt en 43.647 e-mails heeft verstuurd, ja. En dan de kippensoep is kut. Die was helemaal niet kut. Hoe kom je erbij? Met prei, met taugee, ja, een kip natuurlijk. Ui zat erin. En dragon. Een perfect kruid om te eten bij een kip, hoor. Sorry, jongen, dat vind ik dan wel erg lekker. Nou, ik vond het kut, kippensoep. Ik vind het mooi zo. Ik kook nooit meer kippensoep voor jou. Afgelopen. Geen respect voor je vader? Nou, ik ben je vader niet. Want God is je vader. Ja, dat moet ze zelf maar bekijken. Maar een kind geboren van een moeder die geen respect heeft voor de vader, dat is jouw kind niet. Maatschappelijk niet. Laat maar los. Heb je een kind en het heeft respect voor jou en jij niet voor dat kind, dan ben jij de klootzak. Snap je? Maar als je kind geen respect heeft voor jou, waarom zou je respect hebben voor dat kind? Als dat kind niet begrijpt dat het mijn moeder was en blablabla, en ze niet inziet dat het me mega uren heeft gekost om de invulling te geven aan de wens van mijn moeder, en dan doe ik dat toch gewoon niet meer. Ik ben ook sterk van plan om de eerstvolgende keer, want mijn kind belt mij dan 1 keer per jaar, 2 keer per jaar.
Nou, de volgende keer dat ze mij belt van kom je op mijn verjaardag, dan zeg ik van nou, ik denk, wanneer is dat? Dan heb ik griep. Ja, maar dat is hardvochtig naar je kind. Hé, hoezo? En dan fietsen toch de verjaardag met andere mensen. En toen ik de deur uitgedonderd werd, toen stonden er 6 nieuwe vaders klaar. Zijn ze toch helemaal totally happy? Met al die papa's? Of niet? Nou dan. Heb ik er nog een rol in te vervullen? Nee. De moeder heeft me vanaf het allereerste prilste begin aflopen zeiken. Waar mijn dochter bij was. Dus die is er helemaal aan gewend. Dat papa is een klootzak. Of een hufter. Of een sukkel. En dan kan je beter maar niet mee omgaan. Je moet hem niet bellen. Geen contact. Helemaal niks. Nou, oké. Dat is toch een deal? Ik heb ervoor gezorgd dat zij Nederlands kent. Ik heb er ook nog Zeeuws geleerd. Dat plat broden. Ik spreek toch geen Frans zeker? Dat is Zeeuws. Sprik, zeggen ze daar. Niet spreek, maar sprik. Ik spreek toch geen Frans zeker? Nou, als zij niet zo in die richting zit of zo, dan weet ik het ook niet. Moet ze maar bekijken. Ik heb haar leren lezen, ik heb haar leren rekenen, ik heb haar leren steppen, ik heb haar leren zwemmen, ik heb haar leren fietsen. Niet per se in dezelfde volgorde. Gonio geleerd, goniometrie. Iets waar vrouwen ook helemaal geen verstand van hebben. Ze hebben dan 2 tieten, 2 sini. Maar een sinusfunctie? Nee, dat kent de vrouw niet. Natuurlijk niet, joh. Ben jij maar. Ja, dat geeft een onderontwikkeling in de psyche. Ja. Dan gaat ze maar bejaardenzorg doen en klagen over het feit dat de stoepen te hoog zijn. Terwijl ze dan die sukkels in de rondte moet duwen met een rolstoel. Ja, dat is haar probleem. Ik heb haar de kans geboden om gymnasium te gaan doen. Naar het Max Planck Instituut in, wat zit dat? In Duitsland, natuurlijk. Ja, als ze dat allemaal niet wil en ze wil gaan voor de richting... klagers over te hoge stoepen in Arnhem. Dat moet ze lekker zelf weten. Het is mijn kind niet. Het is een kind van God. En zij kan mij niet verwijten dat ik haar geholpen heb aan een gymnasiumdenominatie. En zij prijst haar moeder van, ja pop, jij wilde mij naar het gymnasium. En mama vond dat ik beter naar het Beekdal Lyceum kon gaan. En dat was ook heel erg seksuele indoctrinatie. En daar heb ik erg van genoten. Dan doe je dat, baby. Je laat die mensen los. Niet meer zorgen over maken, niet meer verantwoordelijk voor voelen. Laat het los. Je hebt je leuter gestopt in het voorgat van een alleenstaande moeder. Die ging voor de poen. Die ging voor de mogelijkheden. Nou, dan mag zij toch lekker voor mijn dochter gaan zorgen. Ja, doe het maar. Ik
ik zou niet weten waarom ik me daar zorgen over moet maken. Pourquoi? IQ'tje van 120, nou iets hoger denk ik wel, want die is best wel slim hoor. Ja, dat heb ik veroorzaakt. Taalgebruik, taalkunde, komt van de vader. Die vrouwen zijn, ja, dat is een heel lang verhaal, hoe dat dan fysiologisch in elkaar zit, maar... Het is een papa en een mama. Ja, en toen mijn dochter 10 was, ben ik de deur uitgezet. Ja, en dan precies als die taalontwikkeling door gaat zetten, dan ben ik er niet bij. Ja. Een dombo van een dochter. Surneus dat ze is. Maar dat kan ook niet anders. Als je een kind hebt met een vrouw en die vrouw die is niet trouw, ja, laat die kinderen ook maar zitten. Want dumpen die handel en maak je er geen zorgen over. Het is een kind van God en een kind van God dient de Bijbel te lezen. Nou, die heeft ze in haar bezit. Die heb ik voor haar gekocht. Dat kostte mij €8,95. Hè? Ja, even geld uitgegeven voor je kind. Maar met een moeder die geen respect heeft voor jou als vader, voor jou als man. Die kinderen van zo'n moeder, die kunnen er niks van. Er worden bejaarde hulpverleners. Een beetje bejaarden in de rond te rijden met een rolstoel, alsof het leuk is. Een perfecte communist. En atheïst is ze ook. Ja. Zei ze tegen mij met zo'n heel serieus gezicht. Van ja, ik ben atheïst. Dat is wel mooi zo. Een IQ van 130 en we zijn atheïst. Ja, natuurlijk. Ja. En jij als vader, ik ken al die andere verhalen ook hoor. Jurk Gliesman, zijn kind ziet hij niet meer. Zijn kind negeert hem. En Jurk Gliesman zegt, hij is schijnheilig. En laat maar zitten. Ja, waar loop je over te eikelen? Als die vrouwen zo graag alle kinderen voor zichzelf willen hebben, en dan krijgen ze toch al die kinderen, ja, rot maar op. En wij neuken wel door met vrouwen die een gemeenschappelijk gebeuren zoeken. Mannen en vrouwen. Papa's en mama's. Wij neuken alleen maar die vrouwen die geloven in papa's en mama's. Die vrouwen die een stootje kunnen hebben. En niet gelijk gaan lopen janken. Maar in deze infidelistische maatschappij, dat betekent onbetrouwbaar. En deze infidelistische even kijken, dus fiducie is het Nederlands woord. Fiducie, de betrouwbaarheid. En dan infideliteit. In betekent niet. Nou, infidele maatschappij met infidele mensen. Ongelovige, onbetrouwbare, zeg het maar.
Dan kan je wel een kind denken van, ja, maar papa is wel betrouwbaar. Papa die zorgt altijd op tijd en lalala en ik was je spijkerbroek wel. Terwijl haar moeder heeft de voogdij, dus de hoofdverzorging. Die valt aan haar toe. Ja, want zij kent helemaal geen taal. Ze wil het kind graag stom houden, zodat het kind lijkt op haar. Of haar, of wat is jouw dialect tegenwoordig? Kijk, dat is mannenspraat. Mannenspreek. Sodomiet erop. Je moet het loslaten. En je had niet zo stom moeten wezen om je leuter te stoppen in het voorgat van een infidel. En even terug naar Thomas, hè. Die vrouw die trok aan de noodrem van, ja, ik wil een scheiding, ik wil het kind voor mezelf en ik wil geld. Dus hij moest betalen voor een advocaat. En uiteindelijk, hoor, eindelijk was dan het finale contract. Was er. En hij komt eraan en hij moet betalen per uur, hè? Want hij had een baan en zij had een uitkering. En mensen met een uitkering, ja, die kunnen gratis naar de scheidingsadvocaat. Daar wijf had zoiets van, nou, wel lekker gezellig. En het was alleen maar in het bijzijn van de advocaat een handtekening zetten. En een oprotten. Huh? Contract is klaar. Wegwezen jij. Stomme sodomiet. Infidel dat je bent. En de wijf zo van, oh, ik ga geen handtekening zetten voordat ik het contract gelezen heb. Ja, het contract was 3 weken daarvoor opgestuurd aan haar. Nou, zij moest het contract gaan lezen. En hij zat op de klok te kijken. Ja, iedere minuut dat die tut hola aan het lezen is, dan moet hij toch hoeveel betalen? 95, zeg maar 100 euro per uur. Gedeeld door 60, hoeveel is dat? Dat is meer dan 1 euro per uur, snap je? Ja, ik ga toch niet een handtekening zetten over iets wat ik niet gelezen heb. Dat heb ik wel 3 weken lang in mijn bezit gehad. Maar ik was zo druk. Oh, wat had ik het druk. Ja, ik ga nu even lezen. Op kosten van de vader van mijn kind. En waar ben je mee bezig? Jij als man. En hij houdt van zijn dochter. Amy heet ze. Schat van een kind. Maar wordt het wat? Punt 1. Je moet je leuter niet zomaar steken in een voorgaat. Wel weten dat het een betrouwbare voorgatdrager is. Voor de rest dumpen met die handel. Inclusief de kinderen. Niets meer omgeven. Ik heb al 8 jaar lang, dan belde ik mijn dochter. Ik wil even met je spreken, of een sms of zo, hè? Of een e-mail. Oh ja, dat kan wel, om vrijdagmiddag om 3 uur, dan kan je me even spreken. Ja, oké. Okay. Dan sprak ik haar, 10 minuten, en dan zei ze, oh, de voordeurbel gaat, want ik heb een afspraak, en ik moet nu ophangen. Doei, dag papa. Ja, natuurlijk, baby. Mij interesseert het helemaal niks meer. Ik heb het losgelaten. Totaal klaar. Ik heb een fout gemaakt. Ik heb mijn leuter gestopt in het voorgat van iemand die een alleenstaande moeder wilde worden. En die zocht een man met poen. Want als je alleenstaande moeder wordt van een dakloze, ja, daar heb je ook geen drol aan. Je moet wel poen hebben, hè.
Ja, zo ben ik erin gedonderd, geflikkerd of getrapt of whatever. Het was mijn schuld, dat weet ik ook wel. Ja, maar jouw dochter, die is wel een heel aardig iemand, hoor. Heel fatsoenlijk. Ja, ze belt de vader nooit. Totaal geen contact. Zo gaat dat. Gewoon loslaten. En mijn dochter is een atheïstische communist. En het communisme is verantwoordelijk voor 500 miljoen doden. Ja. Ik geloof in de organisatie en het heeft 500 miljoen doden opgeleverd. Dode mensen die niks gedaan hadden. Dus 500 miljoen moordpartijen. En dat is wel mijn geloof. Ja, laat me zitten. Ik kan het haar nu niet meer gaan uitleggen, hoor. Ik bel haar ook niet meer. Waarom? Ze gaat maar die afhankelijkheid, die wederzijdse afhankelijkheidsrelatie aan met haar moeder. Ze heeft me beloofd dat ze, of toegezegd of zoiets van, ik ga geen kinderen krijgen. Dan denk ik, oké, dat was voor mij even doorbijten. Maar ik dacht van, nu denk ik erover van, ja, het is maar beter ook. Een kleinkind van haar. Met die oma erbij. Die geen respect heeft voor mij. Nee, laat maar zitten. Ik hoef daar niet bij te zijn. Ik zou het erg vinden. Ik zuig dit niet uit mijn duim. Veel therapeuten, vooral in het Anglo-Saxische gebied. De Engelssprekers, dus Britannia, Britain. En Amerika. Ja, die spreken erover. Maar ja, dumpen die kids, dan maak het uit. Man. Als de moeder van die kinderen geen respect heeft voor jou, dan waarom zou je met die kinderen omgaan? Als ze ervoor kiezen dat ze bij mama blijven. Ja, zo is het. Maar maak je geen zorgen. In mijn geval hoef ik mij geen zorgen te maken. Ik heb haar leren lezen. Ik heb haar leren rekenen. En leren steppen. En leren fietsen. En leren zwemmen. Gonio. Metrie geleerd. Stelling van Pythagoras laten bewijzen. En toen ben ik begonnen met biologie. En toen schoot ze in de lach. Van, dat meen je niet. Ik zei, ja, zo zit het wel. Maar toen ging ze naar de moeder toe. Want de moeder wil leuke dingen doen. En niet van die ingewikkelde verhalen houden over biologie. Laat staan ecologie. Christus Jezus heeft in de bergrede gezegd, de Sermon on the Mount, op zijn Nederlands de bergrede, heeft hij gezegd, zalig zijn de armen van geest. Nou. Mijn dochter heeft ervoor gekozen, want ik wil liever stupide zijn. Ik kan het me voorstellen hoor. Zalig zijn de armen van geest.
Je moet zo min mogelijk weten, je moet zo min mogelijk... haar taal, haar Nederlands is... best goed hoor. Maar de rest? Maatschappijbesef? Nee joh. Bij de Holocaust zijn er 6 miljoen Joden vergast. Terwijl ze een iPad heeft gekregen van mij. Ja, laat me zitten. Dat is jouw lot als alleenstaande vader. Van een alleenstaande, met een alleenstaande moeder. Gewoon laat die kinderen zakken. Allerbelangrijkste. Gewoon niet bellen. De volgende verjaardag, dan heb ik griep. Ik kom niet meer. Het is mooi geweest. Ik al die dingen doen voor mijn kind en geen respect? Oh. Nou, dan doe ik het niet meer. Of wat? En dan kan jij denken van, ja, maar ik ben zo gehecht aan mijn kind. Dan zeg ik dat Gautama, de Boeddha, of Siddhartha, de Boeddha, die heeft gezegd, hechting, dat slaat nergens op. Dat is slecht. Die vrouwen willen die kinderen voor hun eigen houden. Ja, dan ben. Je moet ze niet neuken. Laat het maar een of andere slomo doen. Toch? Hij heeft een hart onder de riem, hè, voor vaders van alleenstaande moeders. Vaders van kinderen met alleenstaande moeders. Correct taalgebruik. Ja, niet mogen doen. Punt. En ik heb er geen spijt van hoor, dat ik haar moeder, dat ik die gepaald heb. Waarom? Spijt is voor dieren. Maar niet voor mensen hoor. En schaam ik me ervoor? Twijfel. Ik weet het niet, wat. What the fuck did I do wrong? Dan? Wat heb ik gezondigd? En accepteer dat als alleenstaande vader van... een alleenstaande moeder van jouw kind. Je had het nooit mogen doen. Je moet die bitches niet neuken. En de bitches dan in de slechte zin van het woord. Je hebt ook goede bitches. Maak je niet zo'n zorgen. Dump die hele handel en maak je druk over je eigen voortbestaan. Ga je BTW weten te betalen. Zorg voor voldoende toiletpapier in huis. En in mijn situatie wordt er gezegd, ja, maar het is jouw kind en moet je wel verzorgen. Ja, maar hoe? Een of andere zeurneus. Ik wil dit niet vervelend bedoelen. Maar mijn kind is een zeurneus. Ja, vind je het gek? Ik heb altijd van die... zegt zij dan, hè? Van, ja, jij hebt altijd van die hele gekke, rare ideeën. En mama vindt dat niet goed. En ik ben van mama. Oké. Dan maken we een samen, dan neuken we een samenleving met allemaal atheïstische, communistische en dus katholiek
Dat betekent universeel. Ja. Nou, ga je gang. Dat is mijn probleem niet. Een leuk avontuur. Ik vond het erg leuk hoor, mijn kind. Ik heb er vanaf haar derde jaar. Elke week. Van haar derde tot haar zevende. Elke week naar het zwembad gebracht. En mee teruggenomen natuurlijk. Hè? Op de fiets. Okay. En de moeder die hield niet van zwembaden. Die akoestiek vond ze niet fijn. En al die kinderen werd ze gek van. En mijn dochter die zegt dan tegen mij, ja, ik kies geen kant, maar ik snap wel dat, dat mama, die kon dat niet hoor. En jij wel, dus dan is het logisch dat jij dat hebt gedaan en het is logisch dat mama dat verzaakte. Nou, okay. Als je er zo over denkt, over moraliteit, ja, fuck op. Dat komt niet meer goed. Dat heeft geen enkele zin. En het is mijn schuld. Ik heb mijn voorleuter. Mijn leuter. Ja, voorleuter is ook wel een leuk woord. Hè? Ik heb mijn leuter gestopt in een vrouw die niet te vertrouwen was. En dan ben ik er ook nog mee getrouwd. Formeel. Ja, that's a stupido of me al. En ik heb te accepteren dat ik zo'n stupido was. Meer niet. En ik wens die alleenstaande moeders veel plezier en geluk en zie het maar. Ze zijn toch zo verstandig, of niet? Ja, voordat ik een contract ga ondertekenen, wil ik het eerst even lezen. En die kerel betalen. Ja, dat is de Nederlandse samenleving. En trouwens in Europa ook. En in Amerika ook. Australië ook. Die negers hebben de gewoonte om... ja, tegenwoordig dan. Hè, om alleen te gaan voor het steken van leuters in voorgaten. En dan gaan we rum drinken. Die laten de kinderen in de steek. Tegenwoordig dan, hè? Niet vroeger, hè? Vroeger was dat niet zo. Vroeger was de negroïde bevolking van Amerika beter. Maar nu niet meer, hè? Ja, zo be het. Het is verder mijn probleem niet. Snap je? En dat van jou ook niet. Jij hebt een vergipsing gemaakt. En nou en? Ja, maar ik hou zoveel van mijn kinderen. Waarom? Hoezo kan je houden van kinderen die je verwekt hebt bij een vrouw die geen respect heeft... voor jou. Wat is daar goed aan? One big mistake. Kut homo. Laat maar hangen. Laat maar zitten. Ga je eigen gang. Man. Ga biljarten. Schaken of zo.
Dat is ook een leuk spel, hoor. Biljarten en schaken. Of darten. Lekker darten. Of tafelvoetbal. Maar jouw kind, wat geboren is uit de baarmoeder, uit de kut, uit het voorgat. Sorry, ik was bijna politiek oncorrect, hè. Maar uit het voorgat van de vrouw naar buiten gekropen is. Maar die persoon heeft geen respect voor jou. Dat is jouw kind niet. En dat is je kind zonder meer niet. Want dat kind is een kind van God. Maar als jij een vrouw hebt die niet beseft dat kinderen een kind van God zijn. En dat je daarvoor moet zorgen. Ja. Ja, laat maar hangen. Op zijn Amerikaanse, laat maar periwinkel. Periwinkel betekent slapjanus. Lang verhaal, ik ga het nu niet uitleggen. Look it up. Maak je niet zo'n zorgen, alleenstaande vader. Laat de hele boel in de steek. En ga je eigen gang. Want je kan er niks aan doen. Jouw kind zal altijd een consensus willen vinden tussen moeder en vader. Maar er kan geen consensus zijn tussen een man die respect heeft voor de vrouw en de vrouw die geen respect heeft voor de man. Dat is geen consensus in mogelijk. Is dat afgelopen naar mij? Ja, maar die arme kinderen dan? Ja, dat was jouw fucking schuld. Jouw neukende schuld. Dat had je nooit mogen doen. Hartstikke bedankt voor het luisteren, hoor. Ik ga naar de afronding toe. En mijn bier is bijna op. En ik kan nog pinnen. Ga ik ook nog wiet kopen, denk ik. Ja, ik ben een man. Ik flik alles wat vrouwen verbieden. Dat was ook zo leuk bij de relatietherapeut. Die moeder was echt, oh man. Jezus, mijn Christus. En dan relatietherapie. En dan zat ze te zeiken van, ja, we moeten één lijn trekken in de opvoeding van ons kind. En die therapeut zo tegen haar van, ja, noem eens een voorbeeld. En zij zei, nou, laatst was het dit en dat vond ik helemaal niet goed. Nee. Ah, zei de therapeut, maar jij bent een vrouw en hij is een man. Ja, denk je dat het binnen kan gelopen, druppen kan? Nee, natuurlijk niet. Die moeder zo van, oké, dan gaan we nou scheiden. Want ze wilde dat kind voor zichzelf. Nou, doe het dan maar met je communistische overheid. Die kinderen zijn allemaal van God. Voor de rest kan iedereen opgerot. Denk jij maar. Niet luisteren naar papa? Nou, doei. Ja. De toestand van de wereld. De temporele. Het komt wel weer goed. Maar voorlopig niet. Voorlopig blijft het dezelfde Auschwitz-kutzooi. Maar trek je er niks van aan, man. Snap je? Maak je niet zo'n zorgen en lees je Bijbel.
Genesis 3. Is dat toch? Ik pak hem nog even bij. Ik heb nog 2 minuten, denk ik. King James. Oké. Okay. En dan Genesis. En dan... Ik ga even zoeken op words and phrases. Enmity. Vijandige. Is dat. Genesis 3, vers 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Geweldige poëzie. Metafysica heet dat. Of vrouwen deugen niet. Vrouwen deugen als je er niet mee wil neuken. En sommigen dan, hè? Maar dan moet je niet mee gaan neuken. En dan deugen ze. Mogelijk. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. Ook als je een vrouw bent, dat je weet dat mannen het erg vinden dat ze hun kinderen niet mogen opvoeden. Dat is een behoorlijk klote. In de zin van kut, snap je? Nou, als je dat begrepen hebt, dan ben ik nu bereid om op zijn hamburgers te zeggen. En hoe luidde dat ook alweer? Hoe heet dat op zijn hamburgers? Oh, ik weet het weer. Tjus. En dag lieverds.